Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb de vierde dag alweer gehad met de brace. We gaan onderweg naar morgen. Onderweg, dat is toch een Nederlands nummer of niet? Onderweg naar morgen. Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat was een serie vroeger. Oh ja, is dat een serie? Ja, dat was echt leuk. En ik had het over Brace, maar dat is dus een artiest en die was vroeger echt helemaal aan. En wat is daar nu ook weer van? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Zo, in één keer twee herinneringen van vroeger onderweg naar morgen en Brace. Huh? Even in de war. In ieder geval, het is prachtig weer buiten. Het is niet normaal. Dus we gaan sowieso even wat vitamine D slikken vandaag. En daarnaast is Myron weer een soort van tovenaar op dit moment. Een soort van, ik wil niet zeggen een heks. Maar je bent een soort van potion aan het maken. Ik zie banaan, ik zie eiwitpoeder, ik zie dadels erin zitten. Pindakaas. Kameel, honing. Ijsblokjes. Wat is het? Ik hoop dat die gaat crushen. Ja, maar deze gaat echt heel veel lawaai maken. Oké, dus deze doet het wel goed. Ja. Oké, dat is nice. Hoppakee. Ja, deze is echt heftig qua geluid. Nou, laten we horen dan die machine. Kijk, want ik kan hem ook op ice crush zetten. Dus hij moet dan wel gewoon ijs kunnen crushen, toch? Nou, laten we horen. Even een lekkere koffie erbij. Marion die is nu melk aan het opschuimen. Dat ziet er een beetje zo uit. Dus dan houdt ze dat tuutje houdt ze schuin in die melkkan. En dan maakt het zo mooie cirkels. En dan uiteindelijk dan steeds lager en lager. En dan nu helemaal erin, zodat het nog warm wordt. En dan slaat ze een paar keer op het aanrecht. En dan maakt ze het tuutje schoon. Ja. 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 En het chillen aan dit apparaat is dat hij nu zelf dat melk wat binnen in die slang zit schoonmaakt. En dan nu is het een kwestie van een hartje maken. Voilà. Zo, schatje. Wauw. Voor jou. Jij hebt veel liefde voor mij, zeg. Klopt, elke dag weer. Ongelooflijk. Zo doe je dat. Ja. Echte barista. Dankjewel, schatje. Zo, dit is wel heerlijk. Dit is echt genieten. Kijk eens even. Oké, en ik ben ondertussen eventjes de zwangerschapsbal aan het oppompen. Dus ik moest even dat pinnetje eruit halen. En nu gewoon even lekker pompen. Let's go. Marion heeft de stoel namelijk ingereld voor de zwangerschapsbal. Lekker, hè? Ja. Poing, poing, poing. Nou, dit is het ontbijtje, dames en heren. Lekkere smoothie. Chocopasta natuurlijk. Team Chocopasta. Hegelsleek. Team Hegelsleek, hè jij? Ja. Team Hegelsleek. Oké, proost, schatje. Schatje. Gefeliciteerd. Dankjewel. 77 en 72 zaten we goede potjes tussen. 77 punten, dames en heren. Dat betekent, als we eventjes naar dit kijken, dat we op een puntenaantal komen van je zou professioneel keer op keer moeten spelen. Zo. Of nee, 77 niet. Nee, super, grandioze prestatie. Dat is het. 72? 72 is hopelijk zonder sjoemelen voor elkaar gekregen. Ja, dat is nog maar de vraag bij jou, jonge dame. Ik heb jou één keer betrapt op vals spelen. En sindsdien... Dat zeg je elke keer, maar je zegt nooit wanneer het was. Dat is het Hey, is een grapje. Ik heb je nog nooit zien vals spelen. Zo ben je niet, hè? Nee, jij ook niet. Nee, dat is wel echt serieus, denk ik, een goede eigenschap. Wij spelen nooit vals met een spelletje. Nooit. Moet ook niet, want dan heb je ook niet echt gewonnen, vind ik. Ja, je schijnt Monopoly vals spelen te hebben. Ja, klopt. Dat vind ik wel heel leuk. dan moet je juist vals spelen. Ja, klopt. Maar nee, dat hebben we nog nooit gespeeld. Ja, je hebt nog geen slokje gehad van jezelf. Ik heb nog geen slokje gehad, maar die ga ik nu natuurlijk wel even opdrinken. En dan gaan we even omkleden. Ik ga wel even snel douchen trouwens. En dan gaan wij met de Tesla op stap. Die is helemaal opgeladen. Ik heb net even in de app gekeken. En dan gaan we naar Capelle aan de IJssel. Let's go. Let's go, dames en heren. Dat was een proost op jullie gezondheid. Zo, daar lopen we, dames en heren. Heerlijk. Eventjes op de zondag door het bos met de vogeltjes. Eventjes lekker met z'n tweeën. Wel rekening houden met dat je niet te ver loopt, hè, schat? Nee, klopt. Maar dit is misschien... een klein stukje. Nu weer terug? Nee, ik denk dat we dit rondje wel af kunnen maken. Het hele rondje? Ja. Zeker? Dat is ongeveer 20 minuten als je dan terug bent. Ja, dat vind ik wel pittig, hoogzwanger. Oké. Okay. Nou, Marion die geeft gewoon duidelijk aan hoe ver ze wil lopen. Ja, daarna zitten we in de auto dus. Ja, dat is waar. Daarna gaan we drie kwartier naar Capelle aan de IJssel en ook weer terug. Dus dan zit je sowieso anderhalf uur in de auto. Ja. Dus dan is dat lopen wel eventjes fijn. Maar wat een heerlijke dag zeg. Ongelooflijk. Kijk hoe groen alles ook alweer is, hè? Ja, alles is super mooi groen. Dat is echt nice. Ja, dit zijn ook echt van die plekjes waar je dan met die kleine gaat lopen. Ja.
Zo lekker in het bos, alles verkennen. Dat schijnt ook echt zo ongelooflijk leuk te zijn. Dat net zoals nu, ja, een vlinder die dan voorbij komt vliegen. Dat als je dan met de kleine bent, dat hij dan helemaal opnieuw de wereld gaat ontdekken. Ja. Dat je dan zelf ook weer eigenlijk helemaal stilstaat bij het feit dat de hele kleine, simpele dingetjes ook gewoon veel waarde hebben en super mooi zijn. Klopt. Zoals even simpel een vlinder die voorbij vliegt. En je gaat alles helemaal opnieuw ontdekken door die kleine. Omdat je weer je aandacht krijgt op dingen waar eigenlijk je aandacht eerst helemaal niet op waren. Omdat je daar gewoon voorbij loopt of gewoon geen tijd voor hebt of denkt geen tijd voor te hebben. Klopt. En dat is wel echt heel erg mooi. Echt schattig, want Cosso, Albert, die liet een filmpje zien dat hij in het bos was met Adriaan. Ja. En dat hij zo Adriaan zijn naam ging schreeuwen, maar dat was echo in het bos. Ja, inderdaad. Ja. En dat was de eerste keer dat Adriaan die echo hoorde. Dus je zag hem echt zo van, het komt echt overal vandaan. En hij moest helemaal lachen door die echo. Ja, ging helemaal stuk gewoon. En dat soort dingetjes, oh, dat lijkt me zo ontzettend mooi om allemaal mee te maken. Ja, schattig. Dus we leven er echt heerlijk naartoe, dames en heren. Echt super veel zin in. Another day. Another no baby. Another day, another no baby. No baby. Come out and play. Weet je waar ik nu in één keer over na zit te denken? Nee. Wat me echt heel apart lijkt. Om de kleine in mijn handen te hebben, mm-hmm. in mijn armen. En dan een beetje naam te noemen. Ja. Wow, dat moment moet toch zo gek zijn. Wow. Ja, echt. Oma, weer gisteren over beginnen zo. Hoe heet die? Ja, oma, vet sneaky tussendoor. Hè. We waren gewoon aan het avondeten. En ik zo van, hoe gaat die eten? Hoe heet die ook alweer? Hoe heet die ook alweer? Ja, alsof ze het al wist. Ja. Hoe heet die ook alweer? Alsof wij het dan zouden zeggen, weet je. Echt zo sneaky dat je denkt, als je het per ongeluk kan zeggen, is het wel als iemand zegt, hoe heet die trouwens ook alweer? Alsof je het al weet, weet je wel. Gelukkig praten we onderling niet heel vaak met, zeg maar, de naam. Nee, we hebben de naam eigenlijk nog helemaal niet zo vaak hardop gezegd. Dat is best wel vreemd. We zeggen vaker gewoon de kleine of de baby. Maar dat komt gewoon omdat er zo vaak mensen ook om ons heen zijn of zo. En dan denk je van, ik ga niet nu er iets over zeggen. Snap je? Ja, ik weet niet waardoor het komt. Misschien omdat het voor mij nog iets meer onwerkelijk is. Ja, maar elke keer... Ja, want ik zeg gewoon, hey, hoe gaat het met de kleine? Ja. Dat gewoon heel veel. En dan... Maar als je de naam zegt, vind je hem wel vet nog, toch? Ja, ja, zeker weten. Ik vind het super gaaf. Ja, ik vind hem ook echt mooi. Ik vind het echt een mooie naam. Het is ook wel echt een naam die we allebei uitgekozen hebben eigenlijk. Ja, ja, ik vind het heel tof. Ik ook. Oké, wij zijn bij de camerawinkel in Capelle aan de IJssel. Het is al eens even een lekker toertje van 3 kwartier met heerlijk weer. En even een goede pitstop. Dus we gaan even naar binnen en dan gaan we even een nieuw cameraatje halen. En dit is het cameraatje wat ik ga halen. Wat ik laatst ook heb gehaald voor mijn studio. Dat is namelijk zo'n mooie, kleine, compacte camera. Die Marion ook heel goed kan gebruiken voor eventueel haar workouts. En gewoon, de laatste tijd maak je wel eens dagvlogs. Ja. En dat doe je dan voornamelijk met je telefoon. Klopt. Maar dit is echt zo'n makkelijke camera die je gewoon snel in je hand kan hebben en eventueel in je tasje kan doen. Die al mooie kleuren heeft, die gewoon goed scherp stelt. Ja. Dat is wel echt fijn. Dus dat is wel ideaal. Want de camera die ik heb is wel echt te groot en te lomp en te zwaar. Ja. Al helemaal voor jou dan. Klopt. Maar deze camera is ideaal. Dus dat is zo'n lekkere, compacte, simpele camera. Dus dat is wel heel erg nice. Let's go inside. Ja, laten we naar binnen gaan. En ik heb hier trouwens nog een oude lens. Die is echt van, ik denk wel iets van 5 jaar geleden of zo. En deze gebruik ik echt heel erg weinig. En dat vind ik een beetje zonde. Ik heb hem wel heel veel gebruikt, zoals je ziet aan de schade en alles. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel ik nog kan krijgen voor deze lens. Want dan ga ik liever iets kopen van dit geld, waar ik wel vaak wat mee doe. Bijvoorbeeld die camera en die nieuwe lens. Dan deze gewoon af en toe eens een keer gebruiken. 1 keer in de 2 maanden of zo. Dus ik ben benieuwd wat ik hier nog voor krijg. Ik heb verder geen bonnetje meer, geen capje erbovenop, helemaal niks. Maar we gaan het zien. Zo, schatje. Hoi, ja. Hoe denk je dat ze gaan reageren? Net kwam het spontaan en nu moet ik het gespeeld gaan doen. Maar nu moet denk... je het acteren. Maar stel voor, ik kom aan bij de balie. Ja. Ik kom zo aanlopen en ik zeg zo, hallo, goedemiddag. Ik heb hier een lens die ik al heel lang niet gebruik. Ik vraag me eigenlijk af wat ik er nog voor kan krijgen. Zo, daar was ik al heel lang naar op zoek. Die is niet meer te krijgen. 5000 euro, meteen, aftikken. Denk je dat ze gaan zeggen? Dat is een oldtimer. Zo, die knopjes ook. Zo, ja, dit is een mooi ding. Die maken ze niet meer, hè? Wist je dat? Ik denk dat ze gaan zeggen van... ding, joh, gooi weg. Ja. Zo, die is best toegetakeld. Nou, ik weet niet of we daar nog wat goeds voor kunnen geven. Moet ik even gaan overleggen met mijn collega. Ik denk dat het is. Ja, en dan kan jij zeggen, zal ik maar even op mijn camera klikken? En dan kan je even zien hoe zulke mooie shots die maakt. Ja, en dan zie je die zwangere vrouw. Kan je daar wel een foto van maken? Dan kun je zien hoe mooi het is. Ja, precies. Zo, nou ja, goed. Laten we er binnen gaan. We gaan checken. Gelijk zo groot hier. Dus fijn zo. Ja, is fijn.
Ja? Ja, dat is echt een groot verschil. Maar dat deze veel lichter is. En ik denk oprecht kwaliteitsverschil bijna niet. Denk het ook niet. Oké, dames en heren, het is gelukt. Nieuwe camera, 3 batterijen, een oplader, nieuwe lens. Zo, super nice. Geslaagd hoor. Heel erg blij mee, dus geslaagd. Ik kreeg voor die lens die ik net aan jullie liet zien, €450 kreeg ik ervoor. Vond ik wel een beetje aan de lage kant. Volgens mij is die lens nieuw echt €1000. Weet niet precies hoeveel, maar ik dacht ik kan het altijd even vragen. Maar dat vind ik een beetje weinig, €450 voor die lens. Dus als er toevallig iemand is die interesse heeft in die lens, dan stuur een mailtje naar zakelijk@knolpouw.nl. En dan kan je hem van me overkopen voor alles meer dan €450. Maar ik zal even kijken hoe duur die nieuw is. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Het speelt natuurlijk wel mee dat deze lens heeft geen verpakking meer, geen bonnetje meer, geen garantie meer en dus ook geen kapje meer aan de voorkant. Die ben ik ooit een keertje kwijtgeraakt. Wel is het glas nog helemaal goed. Dat zeiden ze hier ook. Het glas is helemaal goed. Deze binnenkant is ook nog helemaal goed. Dus dat is ook fijn. Dus ja, voor de rest is hij gewoon goed gebruikt zoals je ziet. Dat is het gewoon heel erg. Maar is dat hem? Dat was nog best een goede deal. Ik denk dat ik even terug naar binnen ga en €450 ga ophalen. Even kijken, want wat is dat objectief? Dat ik dacht dat die lens echt duizenden euro's was, maar... Nee, hier ook. Het is dezelfde. Hij is €1189. Dus laten we zeggen €1200, zeg maar. En ja. Jij hem hebt gekocht waarschijnlijk wel €1500 of zo. Dus van €1200 naar een paar jaar later €450, terwijl die zo goed is gebruikt. Ik denk dat ik even terug ga. Ik denk dat je dat ook moet doen, want dat is wel een goede deal. Want je hebt inderdaad niks erbij. Oké, ik kom straks met geld naar buiten lopen. Oké, tot zo, schat. Het is gefixt. Ik krijg binnen 14 dagen €450 op mijn rekening gestort. Fijn hoor. Hoppakee, super nice. Ja. Wat minder fijn is... is dat toen ik net bezig was met de camera fixen, werd ik gebeld door RTL Boulevard. Hey, is het Enzo? Dus ik zei, jij belt mij, met wie spreek ik? Ja, met, ik weet geen eens meer wie, van RTL Boulevard. We kregen een foto doorgestuurd en te horen dat je vader bent geworden. Dus het eerste wat ik zei is, wat respectloos dat je dan nu gewoon mijn privénummer belt. Om dat te zeggen. Laat me gewoon met rust. Dus ik zei, bedankt dat je zo respectloos bent vandaag om mij te bellen. In plaats van mij gewoon met rust te laten en gewoon papa te zijn. Maar is het zo? Dus ik zeg nee. Ik zeg, ik sta in de camerawinkel met mijn vriendin. Ik ben gewoon een camera aan het kopen. Laat me gewoon met rust. Dus als je iets wil, mail... En toen heb ik een mailadres gezegd van mijn management. En ga daar lekker berichten heen sturen. Maar ga me niet op mijn privénummer bellen om me hiermee lastig te vallen. Dus dat merken we nu wel een beetje. Er waren namelijk ook wat berichtjes naar buiten gebracht. Wij waren gisteren in Assen. En toen hadden wij een badje. Een babybadje. En die hebben we serieus naar binnen getild. Dat hebben de mensen gezien. Dat hebben jullie ook gezien in de vlog van gisteren. En blijkbaar hebben mensen daar aan de vaart dat gezien. En heeft iemand dat dus gestuurd naar Rollenpraat, RTL Boulevard, whatever. Met een foto erbij dat ik dat til. Maar ik til dus letterlijk een babybadje naar binnen. Maar... Met een boodschappentas en alles erin. Ja, maar blijkbaar dacht dus iemand dat ik de baby aan het tillen was naar binnen in Assen. En ja, was dat dus de baby die we dus al hadden. Terwijl Marion erbij liep met een... mooie buik. Dus ja, dat is wel iets waar we dus al een beetje bang voor waren. Dat het ja, een soort van gehunt werd. Zo van, wanneer gaat het gebeuren? En als we eventjes niks horen 24 uur lang, gaan we er met z'n allen bovenop zitten. En dan gaan we hun bellen. En dat is, vind ik wel echt heel naar. Dat merk ik nu wel. Dat ik dat wel echt vervelend vind. Ik denk, ik ben gewoon lekker met Myron in de winkel cameraatje aan het halen. En ik zie hier gewoon 4-5 nieuwsberichten met ze zijn papa en mama geworden. Zo'n onzin. Dus dat is wel een beetje de keerzijde wat we ook wel hadden verwacht. Alleen, we vinden het gewoon jammer dat op zo'n belangrijk mooi moment in het leven... dat we daar niet even de tijd voor krijgen om daar zelf iets over te zeggen. Ja, gewoon niet de privacy daarin hebben. En ja, natuurlijk, die baby gaat het niet meemaken dat het zo gehunt wordt. Maar precies. Dat is wel waar we de laatste tijd heel erg mee bezig zijn van... Kijk, wij hebben al lang opgegeven dat wij bijna geen privacy hebben. Ja, dat is gewoon wat het is. Maar straks is er gewoon een klein mensje bij. En daar wil je gewoon alle privacy aan geven die die verdient. En dat kan gewoon blijkbaar niet... merk je nu alweer. Ja, en dat is wel jammer. Net zoals gisteravond, dan waren er gewoon serieus fietsers om 10 uur 's avonds gewoon aan het campen voor ons huis en aan het kijken naar binnen. Ja. Dat ik denk van, het is 10 uur 's avonds, het is zaterdagavond. Ga iets doen. Ga niet voor ons huis staan wachten 5 minuten lang en gewoon een beetje kijken naar binnen. Het is gewoon respectloos. Ja. Dus dat is wel een beetje jammer. En dat maken wij nu een beetje mee. En dat is ook voor ons de eerste keer. Dus ja. Dit is ook onze eerlijke eerste reactie die we daarop geven. En ja, dat. Maar goed,
wij gaan nu naar huis. We hebben in ieder geval een nieuwe camera gefixt. Die is echt nice. Geld terug voor de lens. Ja. Is toch eigenlijk nog wel een goede deal. Tenminste, ik heb er wel een goed gevoel bij. Goed zo. Gewoon puur omdat ik die lens verkeerd had ingeschat. Ik dacht dat die veel duurder was, maar dat viel dus wel mee. Ja. Dus ja, na al die jaren nog dat geld. Bijna helft van het bedrag. Nou, dik prima. En een nieuwe camera. En een nieuwe camera. Nou, zonnetje dus, schijnt. Zonnetje schijnt. Blijf positief, hè? Ja, zeker weten. Ik ga mijn management even bellen en zeggen van joh, ik ben net gebeld. Dit is gebeurd en dit gaat allemaal rond. En dan kan zij dat verder oppakken waar het nodig is. En dan gaan wij denk ik nu nog even een Insta-story maken met... Hey, hier zijn we dan. Hey, daar zit de kleine. Kijk, ik heb nog een dikke buik hoor. Aan de ene kant wil je dan geen story maken, want je denkt je wil je ook niet laten forceren. Maar aan de andere kant, we willen ook niet dat het helemaal rond gaat terwijl het niet zo is. Nee, en dat nu juist mensen naar ons huis gaan komen om ons te feliciteren of weet ik veel wat. Of om even te komen kijken of de kleine er echt is en dat soort dingen. Ja, want ik doe al vaker 24 uur lang geen Insta-story plaatsen of Snapchat. Nee, alleen inderdaad. Omdat we nu in het moment zitten, is dat blijkbaar het teken van dat het gebeurd is. Ja, gaan mensen overal iets achter zoeken. Ja. Maar goed, we maken het allemaal voor de eerste keer mee. Hopelijk laten de meeste mensen ons gewoon met rust en respecteren jullie dat. En voor de mensen die dat doen, shout-out naar jullie. Heel erg bedankt. Ja. En sowieso de aankomende tijd, als je ons ziet met de kleine, laat ons alsjeblieft gewoon lekker alles ervaren, meemaken. Laat ons alsjeblieft met rust en gewoon ons ding doen. Dat zouden we heel erg op prijs stellen. Want we willen gewoon lekker genieten met z'n drietjes straks. Ja, precies. Dus dat is even wat het is. En wat jullie van ons te zien krijgen, dat krijgen jullie te zien door middel van wat we filmen. En niet door middel van naar ons huis toe te komen of ons te stalken of stiekem foto's te maken of naar binnen gluren in de avond. Zo van, oh, de brand ligt, dus nu zal het wel zo zijn. Het is gewoon niet netjes. Nee. Dat doe je gewoon niet. Punt. We gaan niet tanden poetsen in het donker in ieder geval. Oké, nou top. Laten we eerst maar lekker naar huis gaan. Yes, let's go. Joe. Schatje, wat denk je ervan? Toch maar eventjes nog iets halen, hè? Ja, toch? Ja, let's go. Gewoon even lekker verwennen. Oh, lekker, hè? Wat een verwennerij, hè? Dat doen. Wat een verwennerij, schatje. Ongelooflijk. Zo, moet je kijken, joh. Wat is dat, joh? Mijn jokelslagroom. Zo, dat is een beste jokel. Beste jokel. Zo, dat begint een beetje op een autovlog te worden zo. Te lijken. Dat is toch leuk? Ja, nee, zeker. Tenminste, ik vind dat wel leuk. Zullen we eens even opzoeken trouwens dit? Hier had ik het vanochtend over namelijk. Hartedief? Nee, over die artiest. Ja, dat klopt. Oh, 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 ik ben een hartedief. Het is wel beter dat als vrienden vrienden zijn. Ik ken die niet. Nou, vaagjes misschien, maar... Het is veel beter dat we vrienden zijn. Oh-oh, oh-oh. Ik ben een hartedief. Zo, Marvin gaat er vandoor. Die gaat namelijk eventjes lampjes halen voor onder het bevalbad. Dat schijnt namelijk heel erg leuk te zijn. Dat als je lampjes neerdoet en dan het bad erop en je doet die aan. Want vaak is een bevalling in de nacht. Dan heb je gewoon een lekkere warme omgeving, zeg maar. Een leuke sfeer. Dat was een tip die we kregen van de geboortefotograaf. En wat kan ik dan doen? Ik vroeg al 10 keer moet ik mee. Maar soms wil Marvin gewoon even alleen in de winkel. En dat vind ik helemaal niet erg. Want dan open ik gewoon even de game app. En dan ga ik gewoon even een spelletje spelen. Ik ga jullie even meenemen naar Fallout Shelter. En dat is dit spelletje. En dat is nu best wel een dingetje. Nou, niet per se dit spelletje, maar die serie. Dat is namelijk een game waar ze nu een serie van hebben gemaakt. En die zijn Marion en ik aan het kijken. En die serie is echt super nice. En dit spelletje, Fallout Shelter, dat zijn we toevallig gaan spelen omdat dat in de Tesla zit. En het is gewoon heel toevallig dat nu we dit spelen, dat echt gewoon een week later of 2 weken later, nadat we deze auto hadden en dus dit spelletje aan het spelen waren, dat nu in één keer die serie uitkomt. Dus daarom kijken we nu meteen die serie. Superleuk. Dat is sowieso echt heel erg nice. Dat we gewoon vaak wel echt dezelfde series leuk vinden, Marion en ik. Want dat maakt het wel echt leuk. Dan heb je altijd gewoon iets gezelligs en iets om naar uit te kijken. Dat je denkt in de avond even gezellig series kijken met z'n tweeën. Dat is echt heel erg nice. Oké, dames en heren. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze camera vinden. Dit is dus de nieuwe camera. Heel erg klein, compact, super nice. En de dames die zijn lekker aan het koken. Heerlijk. Chop choy. Weet je nog wat het betekent? Ja, chop choy betekent een mix van verschillende groentes. In het? In het wat? Ja, in welke taal? Het was een taal. Er stond een taal bij. Chop choy. Kantonees of zo. Kantonees. Nou, dat ziet er in ieder geval super goed uit. Hier hebben we rijst. Ja. Oh, zo heet. Wat doe je er nou in? Bloem. Een beetje zand. Wat is dat, schat? Ja, bloem. Oh, bloem. Ja. Hè, dat doe je hierbij in? Ja, dat.
Nou, ik heb er geen verstand van, zou goed zijn. Mario gooit het er gewoon door. Dit is ook lekker. Paprika, sinds kort lus ik dit. Nou, lekker. Even wachten en is zo het eten klaar. Nu het eten nog niet helemaal klaar is, heb ik nog wel eventjes de tijd om dit lijstje af te maken. Namelijk het vluchtlijstje. En dit is het vluchtlijstje voor de partner, oftewel voor mij. En hier staan een aantal dingetjes op die ik eventjes wil afstrepen. En dat kunnen we heel erg snel gaan doen, want het is maar één pagina en het is echt zo gefixt. Portemonnee, check. Kleingeld voor parkeren, check. In mijn portemonnee zit mijn ID-pinpas, zorgpas, check. En nu ik dit zo allemaal even aan het bekijken ben, zie ik dat ik eigenlijk heel erg veel dingen al af kan strepen. Namelijk tandenborstel, tandpasta, deodorant, bril heb ik niet. Lenzendoosjes, lenzenvloeistof, medicijnen heb ik ook allebei niet. Verzekeringspapieren van ons, oké. Papieren van de verloskundige, dat is inderdaad een goeie. Geboorteplan hebben we, maar dat hebben we al via de mail gestuurd. Dat weet de verloskundige van. Telefoonlijst met belangrijke nummers heb ik in mijn telefoon staan. Ziekenhuisregistratiekaarten is gefixt. Camera plus geheugenkaart en oplader. Komt goed, ik ben een vlogger, I got this. Flesje water, snelle snacks, 1 of 2 t-shirts, extra broek, schoon ondergoed, boek, tijdschrift of tablet. Eigenlijk stelt deze lijst niet zo heel erg veel voor. De lijst die Myron heeft, die is 2 of 3 pagina's lang. En die is veel belangrijker. Want daar heb je echt meerdere ondergoedstukjes nodig. Meerdere hemdjes, t-shirtjes, pyjama's, lange broek, korte broek. Noem alles maar op. Dus dit voor mij stelt echt helemaal niks voor. Dus ik kom er nu eigenlijk achter dat dit iets is wat echt zo simpel is, dat ik dat in het moment zelf, dat als we dus niet thuis gaan bevallen, want dat is nog steeds de bedoeling, een thuisbevalling, maar mocht het zo zijn dat we in één keer naar het ziekenhuis moeten, is zo'n pagina als dit fijn dat je dat niet helemaal belangs hoeft te gaan. Maar nu ik het wil inpakken, kom ik erachter, dit is zo simpel, die snack haal ik zo uit de la, het flesje water heb ik ook zo klaar, is gewoon een flesje pakken en gaan. En voor de rest, een onderbroek, een broek en 1 of 2 t-shirts, easy. Ik heb in ieder geval de kleding hier toch maar eventjes erbij gepakt en dat leg ik dan maar gewoon hier neer op de stoel. Dus mocht het zover zijn, is het gewoon een kwestie van dit in een tas en klaar. Want de portemonnee die heb ik sowieso altijd bij me. En wat ik dus hier nog wel even ga opleggen zijn dus de verzekeringspapieren van ons en de papieren van de verloskundige. Dat zijn wel 2 belangrijke dingen. Dus die ga ik hier nog wel even tussen leggen, zeg maar, tussen het shirt. En dan heb ik dat compleet. Want die geheugenkaart die zit in de camera en die oplader en batterijen die ga ik sowieso niet vergeten. Dus dat komt sowieso goed. Nou, dan zal ik even tegen Marion vertellen dat ik dit lijstje heb gedaan en dat dat afgestreept kan worden. Ik heb even voor de zekerheid de laatste dingetjes die ik moest doen gedaan. Jouw vluchttas. Ja, dus dit is allemaal gefixt. Oh, slim. Alleen dus die papieren van de verloskundige, waar hadden we die ook weer gelaten? Hier in de la, of niet? Die heb ik in de babytas al gedaan. Oh, in de babytas. Dus die is al in de vluchttas. Ja. En de verzekeringspapieren van ons? Die heb ik niet. Die moeten we alleen nog even fixen. Maar voor de rest heb ik al een stapeltje kleren voor mij apart gelegd. Oh, dan moet ik dat ook even doen. Ja, dus het lijkt me handig als jij dat vanavond ook doet. Ja, ga ik doen. Ja, toch? Ja, zeker. Oké, goeie. Dan gaan we even eten. Dit is het geworden, dames en heren. Ziet er super goed uit. Dus dankjewel voor het eten, dames. Dankjewel. Super lief. Eet smakelijk. De bel gaat, schatje. Oeh, massage. Myron die heeft een lekkere zwangerschapsmassage. Oeh, wat een verwennerij. Hallo, kom verder. Ja, dat wordt geniet hoor, dames en heren. Zo'n zwangerschapsmassage, heerlijk. Lekker met de buik zo op dat bankje en dan de buik helemaal erdoorheen omdat er een gat zit. Heerlijk. De massage is ondertussen geweest en Myron ligt in bed. Ik heb nog even in de studio gezeten en nu heeft Myron mij een verzoekje gevraagd om mee te nemen naar boven. Nou, ik ga jullie laten zien wat het verzoekje is van Myron. Dan moeten we even kijken of het er nog is. Oh ja, we hadden eerst altijd van die blokkenkaas van de markt, maar die is op. Dus we hebben nu van die plakjes. Dit is serieus waar Myron nu zin in heeft. Een plakkaas. Dus laten we deze voor mij meenemen. Yay, plakje kaas. Hey, 1,5 plakje kaas. 1,5, verrassing. Lekker man. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. En nog eventjes over die camera. Ik heb even wat beelden daarvan net teruggekeken in de studio. Maar die camera is niet nice. Maar helaas, ik ga hem sowieso terugbrengen. Ik had echt verwacht dat die camera wel heel erg goed zou zijn. Ook voor het geld. Maar de camera die ik nu gebruik is gewoon zo ontzettend goed. En ik heb jullie eigenlijk wel altijd een beetje verwend met de kwaliteit van deze camera. En de audio daarvan. En de scherpe beelden. En ik heb mezelf daar ook heel erg in
erin verwend. Dus als ik dan nu naar die andere camera ga, is dat wel een flinke stap achteruit. En dat wil ik ook weer niet. En jullie ook niet, dat weet ik. Dus ik moet toch even kijken naar een andere optie voor een camera die wat compacter en makkelijker is om mee te nemen. Zonder dat die zo zwaar en lomp is als deze. Maar goed. In ieder geval, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En aangezien mijn hand hier ligt, krijgen jullie het moeilijk te zien. Ja. Maar dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.